Hallo mensen van Clean the Flames Gaming en welkom bij mijn gloednieuwe serie Goedkoop Goud. Hallo mensen en welkom bij mijn eerste aflevering in deze splinternieuwe serie genaamd Goedkoop Goud. Het is een splinternieuwe serie, net zoals de serie die binnenkort komt, genaamd Clean the Flames Gaming versus Belgium Star Gaming. Dit is dus ook een nieuwe serie en het is een serie waarin ik af en toe een spel in de spotlight ga zetten die heel goedkoop is of zelfs gratis is. In dat geval noem ik het gratis goud. En het concept is dus dat ik games in de spotlight zet die zeer goed zijn, maar ook goedkoop zijn. Met als doel jullie te tonen dat er games zijn die heel goedkoop zijn, of zelfs gratis zijn, maar die even plezant zijn als die games die tientallen euro's meer kosten. En we gaan deze serie lanceren met de game Orion Prelude. Dit is een FPS game waarin er is een soort FPS game waarin je met een team van een aantal mensen tegen dinosaurussen moeten opnemen met een soort van Halo-achtige wapens. Echt is een spel dat je denkt, want om daar op te komen moet je oftewel dronken zijn, oftewel heel, heel creatief. Maar het is echt heel plezant. Ik heb het genoegen gehad om met een aantal vrienden te mogen spelen. En echt zeker met een aantal vrienden is het zo hectisch als dat groot is. Het is zo plezant als dat groot is. En met het doel van deze serie, het spel is 1 euro apart en voor 4 pak, dus voor 4 spelers, is het 3 euro. Dus echt waar, dit spel is zo goedkoop als het is. Het is de beste euro die je in je leven al gespendeerd hebt. En laten we direct in de gameplay springen. En hier zitten we dus in gameplay. Om te beginnen kan je altijd kiezen tussen 3 klasses: Assault, Support en Recon. Wat het verschil is, dat staat er van bovenop. Ik ga Recon nemen, want dan kan het onzichtbaar worden. Dat is altijd plezant. Wow. En we zijn begonnen. Zoals je ziet, voor een game van een euro, wat, laten we eerlijk zijn, eigenlijk bijna gratis is, eigenlijk praktisch gezien, ziet het spel er nog niet zo slecht uit. Ik kan niet zeggen dat het het beste spel is dat ik ooit gezien heb qua graphics, maar het is verre van slecht ook. Ah, fuck. Dat duurt niet lang. Wat valt er mee aan? Het gras is er zo hoog dat ik mijn moeite zie wat er gebeurt. Ik ga meer wat uit dat gras zetten, want ik kom hier zat. Je kunt helaas alleen maar wapens kopen tussen de waves in. Dat is wel een klein nadeeltje. Maar, allee ja. Het voegt ook hier wel een spannend element toe op een andere manier. Er is nog één dino over en die is daar. Je hebt dus de kleine dino's, zoals jullie daar juist al gezien hebben. Maar je hebt dan ook hele grote dino's die toch even duur om te vernietigen, die je zeker niet alleen aan kan. Wave completed, dus we kunnen wapens gaan kopen. Dat gaan we doen, want met het pistooltje. Ja, hier gaan we het niet lang redden, vrees ik. Gunshelf. Voilà. Pistool, primaries. We hebben helaas nog niet genoeg credits om het te kunnen kopen. Om een degelijk wapen te kunnen kopen. Dat is een beetje spijtig. We gaan dan dit al kopen. Dan hebben we toch al iets beter dan standaard wapentje. Want dat standaard wapentje, daar gaan we echt niet lang mee doen. Ze zullen ons gewoon een beetje koest moeten houden in het begin. Get in position. Er worden nog regelmatig voertuigen gedropt in dit spel. Dat kan je zo, soms is het een helikopter om mee te vliegen. Soms is het een auto voor mee rondrijden. Of een tank is ook al gebeurd. We kunnen ze zot niet bedenken of het zit in het spel. Het is echt een spel dat dronken voor moet zijn voor te kunnen bedenken. Oh. Godverdamme. Allee, waarom schiet dat nou niet? Of schiet ik wel? Wat is dit nou? Ah, jawel, maar het klinkt gewoon heel stil. Some backup, please. Dinosaurs remain.
Ik hoor like, totaal niet wat ik schiet. Kan ik kijken naar mijn audio. Ik ga de muziek wat stiller zetten. We gaan de game volume wat omhoog doen. Want ik hoor mijn wapen nodig. Ah, voilà. Dat is beter. Ik dacht al dat ik niet schoot. Next wave. Hoeveel credits hebben we al? 1400, dat gaan we altijd te weinig zijn. Ah, dank u. Ik ben nu al vergeten hoe gebruik ik mijn speciale move. Ah, control. Dus in de recon-klasse kan je onzichtbaar worden. In de support-klasse kan je heal. En in de assault-klasse kun je een soort van zweef vliegen. Iets in die stijl. Ja, kijk, alle wapens kosten 4000. Minimum dus. Ah, nog niet veel kunnen doen. Wave 3 incoming. Protect our base. Ik ga daarop gaan staan. Allee, als het me lukt. Fuck. Ah, tjuh. Van waar blijven ze komen? Van waar blijven ze komen? Blijf van hen. Hoe durf je met een vriend vermoorden? Nah. Invisible! Waar zijn de laatste? Ah, ze... Oh! Jij gaat hier juist niks doen. Secure the outpost. Waar is de outpost? Well, we gaan eerst hier een wapen kopen, want ja, hier komt een grote Triceratops. Dus dat wordt hier plezant. Alsof het dan nog niet was. Godverdomme, hè. Ik ben echt niet goed bezig op vlak van credits. Laten we eens kijken of we niks van granaten of zo kunnen kopen. Ah, we hebben er alleen. Hoe gebruiken we dat dan? Vehicles. Ah, we hebben voertuigen. We gaan daarheen. Nee, laat me gerust. Ik moet die voertuigen hebben. We gaan onzichtbaar worden dat we niet... Alhoewel, ik had hem misschien beter gespaard als er dino's zijn. Ah ja. Te laat. Kom staan die voertuigen wel helaas wat ver. Oh. Blijf van mij. Het is mijn notto. Dus dat niet epic zijn dino's die in auto's rijden. Dus misschien nog een idee voor de maker van dit spel. Hoe noemen ze? Iets met spiral of zo. Ah, ik zie de auto's, denk ik. Oh, hier is een Triceratops. Ah, nee. Hier. Oh. Waar is die notte? Geef me die notte. Fuck. Ik kan hem in auto niet! Wow! Help! Fuck! Mormels! Mormels everywhere! Kom, help me dat toch! Hoe kijk ik nu zo aan een auto geraakt? Fuck, stop met spuwen, gij uw adem stikt. Allee, man. Allee, jong. We moeten hieruit, ik moet een auto hebben. Ah, doe me toch. LSD, much? Waar ben ik nu? Ah. Ja.
Maar mensen, willen jullie meer zien van dit spel? Laat dat dan zeker weten. Ik ga hier de eerste episode van deze nieuwe serie afsluiten. Willen jullie hier meer zien van dit spel? Laat dat dan zeker weten. Want dan maak ik hier een volledige let's play van dit spel. Als daar vraag naar is. Ik wens jullie graag nog een prettige dag. Misschien kan je eventueel subscriben op mij als je meer wil zien. En tot de volgende keer.